André Trip, wat is uw aandeel in de bestrijding van de eikenprocessierups? We zijn aannemer en wij proberen voor de gemeentes een beheersbare situatie te verkrijgen in de eikenprocessierups. En dat kan op verschillende methodes. Dus we beginnen met een stukje monitoring, maar vervolgens komen de kaarten. En wat is daar dan goed voor en welke plekken zouden dan goed bestreden moeten kunnen worden in die eikenprocessierups. En dan met name de preventieve bestrijding. Dan proberen we samen met de gemeentes in beeld te brengen van waar zit nou bijvoorbeeld een maatschappelijk gevoelige plek, een kinderdagverblijf, een bejaardentehuis en van al dat soort zaken. En dan in beeld brengen van zullen we daar een preventieve bestrijding uitvoeren. Vroeg in het voorjaar kunnen we een preventieve bestrijding uitvoeren. Kan op twee wijzen. Kan op met aaltjes en het kan met een bacterie. Maar nu is het de tijd voor de nematoden, voor de aaltjes. Wat is het aandeel van biocontrole in dit bestrijdingsmiddel? Wij hebben een waarnemingsstation voor eikenprocessierups. Daar zijn eipakketjes uitgehangen. Daar wordt in deze tijd bijna dagelijks gekeken of de rupsen al uit zijn. Als de rupsen uit zijn, dan geven wij de loonwerkers een waarschuwing. Dat ze met een week of twee kunnen beginnen met bestrijden. We willen zoveel mogelijk rupsen uit op het moment van bestrijding. Wanneer verwacht u dat het gaat gebeuren? Altijd lastig inschatten, hè. We zijn altijd weersafhankelijk en door de monitoring is dat ogenblikker. Maar ik verwacht een week of drie, vier, dus ongeveer de derde, vierde week van april, dan is het normaliter dat wij aan het spuiten zijn. Waar berust dat hele procedé nou op? Wat maken jullie? Wij maken niet, wij kopen aaltjes, die verkopen we. Aaltjes kruipen in de eikenprocessierupsen. En laten daar een bacterie los en die maakt de rupsen ziek en dan gaat de rups aan dood. Wat we nou vandaag hebben gezien is eigenlijk dat die aaltjes in een grote tank komen met een mengsel van groene zeep, leek het wel, hè? En nog wat. En dan? Nou, zoals vandaag zijn we aan het testen. Zo van, je hebt een grote windturbine, die windturbine die brengt heel veel wind in die boom. En in die wind, in die straal, daar brengen we die vloeistof met die aaltjes, die brengen we daaraan toe. En het is een beetje de weg vinden van hoeveel druk kunnen de beestjes hebben. En dat proberen we onder een microscoop in beeld te brengen van hoeveel druk en met hoeveel windsnelheid brengen we die in die boom. Maar we moeten natuurlijk op de goede plek in die boom hebben. Maar we willen die beestjes natuurlijk niet doodmaken voordat ze in die boom zitten. En die aaltjes, dat zijn inheemse beestjes, hè? Ja, het zijn inheemse beestjes die ooit hier uit de natuur gehaald zijn en die nu vermeerderd worden eigenlijk in een fabriek. We brengen ze tijdelijk in overmaat aan op een boom. Het wordt 's avonds en 's nachts gespoten, dan paar. Waarom 's avonds? Omdat het normaal gesproken beestjes zijn die in de grond leven. Dus ze zouden onder invloed van zonlicht zouden ze verdrogen, doodgaan. Dus we spuiten 's avonds en 's nachts, parasiteren de aaltjes 's nachts de rupsen. De andere ochtend als de zon komt, is elk aaltje wat buiten de rupsen zit, gaat dood. Ja, er zijn ook plekken waar het op een andere manier gebeurt. Nou, je kan ook een bacterie inzetten, maar dat kan ook. Maar goed, en als je het laat gebeuren, dan kom je in de curatieve bestrijdingen en kom je terecht het wegzuigen van. Wat we afgelopen zomer natuurlijk heel veel hebben gezien. Ja. Maar het is niet nodig in principe, daar waar preventief wordt bestreden, ook waar mezenkasten hangen, dan kunnen we gewoon verder met die preventieve bestrijding. Dus we willen graag naar een beheersbare situatie voor onze opdrachtgevers. En hoe oud is dit middel eigenlijk al? Dit middel is voor deze toepassing een jaar of 8, 9 oud. Voor toepassing tegen engelingen en taxuskevenlarven en eemelten is het al een veel oudere toepassing. Ik denk al 30 jaar. En het werkt? En het werkt, ja.